En we moeten nu naar Prelude Beach. En dat is eigenlijk de plek waar het allemaal begon. Ja, ja, hier vielen we uit de lucht. En inmiddels is het rift weg, maar wij zijn nog steeds in Hisui. Yo, Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Pokémon Legend Arceus video. In de vorige video hadden we natuurlijk Dialga gevangen. Dus die moeten we even in ons teampie doen. En die doen we in plaats van Floatzel. Want Palkia is ook een halve watertype. Dus even kijken of we gewoon een heel legendary team kunnen maken misschien. Dat doe ik normaal nooit, maar deze game is anders dan alle andere Pokémon games, dus waarom niet? Ik zou het heel tof vinden als je weer lekker die duimpjes omhoog doet. Misschien kunnen we gewoon 500 duimpjes halen of zo. Zou lekker zijn. En dan gaan wij verder met de game, want we hebben hem gewoon nog steeds niet uitgespeeld. Want we moeten nog allemaal mythes en legendes gaan onderzoeken. En Volo schijnt er meer over te weten. Die zegt: Rikachu, je bent er! En hier zien we weer zo'n mooie muurschildering van vroeger. En Volo denkt dat het een soort van letters of hieroglyphen zijn. Hij heeft alle regio's in Hisui onderzocht en geconcludeerd dat al die tekeningen hetzelfde verhaal vertellen. Het is het verhaal van een dappere held die Pokémon aan zijn zijde had. Ze gingen op een avontuur op zoek naar fragmenten van een heel, ja, onbekend wezen. En ik vraag, ja, een wezen? En Volo zegt, ja, dat is degene, het wezen, wat het hele universum heeft gemaakt. Arceus. Ja, ja, daar draait het natuurlijk allemaal om. En Volo wil het even over die fragmenten hebben. En hij zegt, dat moeten die platen wel zijn. Die platen die je hebt gekregen van toen je die boze Pokémon rustig hebt gemaakt. En op de achterkant van elke plaat staan woorden. De originele enige die ademde alleen voordat het universum kwam, staat er op deze steen. En die originele enige, dat is, nou, dat is Arceus natuurlijk. En de vraag van vandaag is: is Arceus de tofste mythical Pokémon? Of vind jij een andere mythical Pokémon leuk? Zoals Mew of Celebi of Victini of, nou ja, noem het maar op. En we moeten nu samen naar Grueling Grove. Dus zo chill met Braviary. Gewoon zo in één keer, hoppakee, vlieg je er naartoe, geen probleem. Wat zit hieronder voor Pokémon trouwens? Oh, dat is volgens mij, oh nee, die hebben we al, die hebben we al. Never mind. Volo, ik ben er al, joh. Hallo. Nou, Rikachu, volgens mijn onderzoek. Oh, is hier een Alpha Vespiquen. Oké. Rustig aan, joh. Waar kom jij opeens vandaan? Nou ja, ik heb nu natuurlijk wel Palkioni. Ik doe de move Special Rant. Die ziet er, oh, die ziet er wel intens uit. Maar kijk hoe weinig damage die doet op Vespiquen. Vespiquen doet Vespiquen is sterker dan Palkia. Tuurlijk, Vespiquen is sterker dan Palkia. Dat kan helemaal niet, joh. Ik wil hem wel vangen, trouwens. Die Vespiquen gaat Palkia kapot maken, hè? Hier, kom gewoon in mijn ultrabal, Vespiquen. Praten we nergens meer over. Gewoon chill. Kom maar. Nee, kom nou gewoon. Ga je nou serieus moeilijk doen, Vespiquen? Ga je nou serieus mijn Palkia kapot maken? Hoe onrealistisch is dit? Hier dan, Dialga. Ik wil gewoon even die Vespiquen vangen, joh. Kom gewoon in die ultrabal. Niet zo lelijk doen, joh. Is nergens voor nodig. Kom gewoon. Laat mij. Nee, ik wil niet al mijn ultrabals verspillen aan een freaking Vespiquen. Maar ik wil hem wel vangen. Kom hier. Waarom doe je zo moeilijk? Niet oké. Okay. Ja, goed zo. Kom maar. Je ziet dat het balletje zo laag opspringt. Dat betekent dat je hem wel hebt gevangen. Helemaal top. Mijn Vespiquen heeft gewoon Palkia gesloopt. Dat gaat echt nergens over. Hé, hey, deze Vespiquen, die heeft ook al zo'n plaat. Oké, maar wat doe jij met die plaat dan? Hoe heb jij die gevonden? Hoe wist jij dit, Volo? Hij zegt, ja, dit is de enige andere plaat waar ik informatie over had. Sorry. Maar er gebeurt nog steeds niks. Dat betekent dat we nog steeds niet al die platen hebben. Maar er is één iemand die alles weet over de platen. En dat is natuurlijk mevrouw Kogita. En daar moeten we nu naartoe. Zo, hier staat even een Heracross. Oh, die wil ik ook hebben. Een Alpha Heracross. Die is wel vet. Die moet ik hebben. Die moet ik hebben. Alpha Heracross. Let's go. Hij is maar level 45. Wat is mijn zwakste aanval? Earth Power is not very effective. Dan ga ik Earth Power doen. Oh, die is echt heel erg not very effective. Oké. Heracross gooit spijkers. Ik doe even Strong Style. Let's go. Doet nog steeds geen moer. Doe eens eventjes normaal. Heracrossie. Hallo. Even rustig aan nou. Hey, rustig aan, jongen. Met Dialga gaat ook kapot. Ja hoor. Ja, lekker dit. Lekker. Al mijn allermachtige Pokémon worden kapot gemaakt. Doei, Dialga. Doei. Bedankt dat je me hebt geholpen. Oké, let's go. Ultra Ball erbovenop op Heracross. Ik wil deze wel echt hebben. Ik vind hem echt cool. Heracross is sowieso vet. En dan een Alpha variant. Dat is natuurlijk helemaal cool. Maar dit lijkt moeilijk te worden. Hij gaat voor Double Edge. Oh, dat damage hij zichzelf ook mee. Niet doen, jongen. Je maakt jezelf bijna kapot. Dan kan ik je niet vangen.
Kom op, alsjeblieft. Blijf in deze ultrabal. Niet doodgaan. Kom op. Ah, balletje springt hoog op. Maar we hebben hem toch. Yes. Lekker. Nice. Ja, die hadden we nog helemaal niet gevangen, Heracross. Dus het is heel nice dat we gelijk een Alpha hebben. Maar we waren onderweg naar Kogita. Dat was ik even vergeten, omdat ik al die Pokémon aan het vangen was. Mevrouw, weet jij meer? Weet jij meer over de stenen platen? Of nou ja, ze zijn niet allemaal van steen, denk ik. Maar anyway, weet je meer over de platen? Ze zegt, nou, je hebt wel een wonder gedaan, jongen. De rode ketting, die heeft flink geholpen. En je hebt je taak gedaan. Maar wat doe je hier? Heb je weer mijn hulp nodig? Ja, ik wil van alles weten over Arceus en de platen, alsjeblieft. Kogita zegt, ja, Arceus, zijn verhaal begon een millennium of twee geleden. De dagen van de mensen van het Ancient, van het oude Sinnoh. En daar stam ik vanaf, vanuit meerdere generaties. Ze aanbaden Arceus als de Pokémon die Hisui heeft gemaakt. En ik heb gehoord over bepaalde fragmenten, die platen dus. Die werden gegeven aan de oudsten van de Pokémon, zoals Cleaver en Weirdeer. Maar Volo vraagt, ja, maar is dit dan alles? Ik dacht dat je ons wel meer kon vertellen hierover. En Kogita zegt, nou, ik ben bang dat ik niks meer te vertellen heeft. Nou, dit heeft helemaal niks geholpen. Ah. Kogita zegt wel, er zijn nog veel meer fabuleuze Pokémon in Hisui en heel veel mysteries. Misschien zijn ze geconnect met Arceus, maar ik weet het niet zeker. Maar als je ze gewoon gaat zoeken, dan kom je ongetwijfeld op het pad waarop je wil zijn. Laat me nadenken. Je hebt natuurlijk de Pokémon bij de meren en de gigant van de tempel. Een Pokémon die te maken heeft met de maan is er nog, een eentje met de vulkaan. Nou, die moeten we dus allemaal gaan zoeken. We zijn terug in Jubilife Village waar Kamado op ons staat te wachten. En die heeft het bericht van mevrouw Kogita gehad. Dat we de platen gaan zoeken samen met Volo. En we moeten nu naar Prelude Beach. En dat is eigenlijk de plek waar het allemaal begon. Ja, ja, hier vielen we uit de lucht. En inmiddels is het rift weg, maar wij zijn nog steeds in Hisui. En Kamado staat hier op ons te wachten naast het bootje. What up, my man? What up? Die zegt ook, Prelude Beach, waar het inderdaad begon. Nu is niet de tijd voor woorden. Kom met me vechten. Oké, is cool. Is cool. Nou, jij had best wel een goede Pokémon vorige keer. Ik maak me wel een klein beetje zorgen hierover eigenlijk. Kamado heeft inmiddels 5 Pokémonies en hij begint met Golem. Nou, ik heb ondertussen natuurlijk wel Dialga en Palkia. Hopelijk kunnen die wat doen. Kijk hoe groot die is ten opzichte van die Golem. Hopelijk ga ik hem raken met Iron Tail. Ik ga hem raken met Iron Tail. En oeh, Golem is niet in één keer weg. Hij gaat voor de full restore. Ik denk niet dat ik hem nog een keer ga raken, want de accuracy is maar 75. Dus ik ga nu voor Earth Power. Let's go. Earth Power! Oh, die is nog sterker, joh. Oké, lekker. Nu dan, Heracross. Die hebben we net gevangen. Heracross gaat voor de Agile Style. Die gaat voor... Oh, Close Combat. Oké, super effective op mij. Ja, top. Oké, goed gedaan. Waarschijnlijk ga je me nu nog een keer aanvallen. Oké, Kamado. Jij sloopt gewoon Dialga met 2 klappen. Dan ga ik nu voor Typhlosion. Let's go. Let's go, Flamethrower. Wat ziek idee. Oh, ik had gewoon normale stijl moeten doen. Maar hij is wel burnt. Oh, maar die verbranding die helpt niet gelijk in die burnt. Oké, nou ja, dan doen we gewoon een normale aanval nog een keer. Wat ziek idee. Heracross die weg. Dat is nummer 2. Nu gaat hij voor Snorlax. Ja, die gaat die High Horsepower doen. Dat deed hij de vorige keer ook. Ja, I knew it. Ja, dat is echt een dikke rip voor mijn Typhlosion. Oké, Togekiss, let's go. We beginnen met de Air Slash. Ja, doet niet zoveel damage. Dan gaan we nu voor Moonblast. Let's go. Die doet hopelijk iets meer damage. Nog steeds niet superveel. Oh, hij gaat voor Giga Impact. Ah! Oké, ik wil een klein beetje healen. Draining Kiss, maar ik weet nog van de vorige keer dat hij amper damage doet. Maar ik krijg wel wat HP terug. Ja, ik denk dat ik het niet ga overleven. Ik denk dat ik dit niet overleef. Ik wil enkel één beurt nog overleven, maar als die nu weer Giga Impact doet... Mis alsjeblieft. Lekker. Afmaken met die Moonblast. Let's go, Togekiss. GG, goed gedaan. Je hebt gewoon die Snorlax genakt. Clefable, Fairy tegen Fairy. Het zal nogal moeilijk zijn om hem te slopen, denk ik. Hij heeft namelijk Calm Mind gedaan. Super nice, want nu heeft hij dus zijn aanval en zijn verdediging geboost. Dus dat is wel lekker van Clefable. Nou ja, en Clefable wil mij nu 2 keer raken. Oeh, met Psychic... Ja, waarschijnlijk nog een keertje. En deze is denk ik iets sterker. Ja, Togekiss is weg. Ah! Overquill heeft Poison Jab, die super effective is. Let's go, jongen. Ik mag ook 2 keer, dus dat is nice. Oké, ja, lekker. Clefable gaan we ook slopen. Wel echt een toffe Pokémon, jongen, deze. Echt. Hey, er staat ook echt een Q op zijn staart. Zie je dat? Vanaf de zijkant. Quill. Ja, dit is wel een van de favorieten van Hisui, hoor. Ik vind die echt wel leuk. Braviary dan. Die gaat voor Quick Attack. En daarna voor Air Slash.
Ah, en de overkill was bijna kapot. Dan ga ik voor een strong style ijsbal. Die is super effectief. Kijken wat we kunnen doen. Kom op! Misschien slopen we hem. Nee, we slopen hem helemaal niet in één keer. Oké, Braviary gaat mij kapot maken. Arm overkill. GG, goed gedaan. Ja, je hebt het goed gedaan, jongen. Dan gaan we kijken of Palkia het af kan maken, jongens. Ik ga voor Hydro Pump. En ik raak hem ook lekker. Nice! En Braviary is weg. Ja. Toch vind ik het jammer dat nu alleen maar Palkia en Rhydon, want die twee zijn nog over, dat die twee alleen XP krijgen. Want de rest heeft eigenlijk allemaal goed, super goed gedaan, maar die krijgen geen XP. Anyway, Kamado zegt, ja, je bent echt sterk geworden sinds Mount Coronet. Jij ziet Pokémon niet als enge wezens, maar gewoon je vertrouwt ze. Als je vertrouwelingen. En samen kunnen jullie zoveel bereiken. Misschien ben jij wel een heilige. Wat? Een gift vanuit de lucht, vanuit boven? We krijgen een cadeautje. Hey, we krijgen hier gewoon een plaat, joh. Kamado, die had er ook gewoon een. Die had de fistplate. Hij had die hier op het strand gevonden. Oké, en hij heeft hem veilig gehouden. Nou, dankjewel. Ah, kijk. En nu weten we waarom deze regio Sinnoh heet. Kamado, die zegt, ja, we hebben ons allemaal laten leiden. Ik, maar ook Irida, Ademan en jij door de Almighty Sinnoh. Dus vanaf nu heet deze plek niet meer Hisui, maar Sinnoh. Dat is cool. Nu weten we gewoon waar het vandaan kwam. En ze zijn heel blij met mij bij de Survey Corps. Want als ik ze niet had gejoined, dan hadden ze hun thuis verloren. En hun toekomst. Nou, dankjewel voor deze mooie woorden, Kamado. Dankjewel voor de fistplate, voor deze wijze woorden, voor deze battle. En we hebben deze missie nu gehaald. En er zijn blijkbaar nu nog 4 plates die we kunnen vinden. En in de volgende aflevering heb ik best wel zin om naar de vulkaan te gaan om te kijken wat daar is. Als jij dat wil zien, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Blijf lekker kijken en zet vooral dat belletje aan, want dan mis je geen enkele video. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!